Ik ben gezellig met Kitty. En ik vind het zo fijn dat we even gewoon... Goedemorgen, het is donderdag en ik zit hier met een ziek kindje op de bank. Die heeft mij vannacht ook wakker gehouden en ik had heel veel pijn in mijn been. Dus we zitten lekker gaar op de bank samen, echt. Zo, ik kan mijn ogen gewoon bijna niet open houden, echt. Mila was hier net, Marco brengt Mila naar school. En ja, zullen we zo gewoon even proberen in bed te gaan? Omdat ik dat wel een goed idee vind. Sarah niet, die heeft de tv nu ontdekt. Maar, oh. Echt, ik val gewoon in slaap. Zo, het ziet eruit, echt. Maar goed, we hebben net geslapen, bankgangen, noem het maar op. Het is ondertussen, geloof ik, 1:30. En ik ga even soepie maken voor ons beiden. Voor Sarah, ook voor de keeltje, want die moet de hele tijd hoesten en zo. En echt, het huis is ontploft, dat is echt niet normaal. Kijk, echt, het ligt helemaal vol zooi. Daar ligt ze, allemaal spullen, hier. We kunnen het er maar beter niet over hebben. Maar ja, dat is als mama uit de running is. Ja, moet ik weer bij je komen, heel even? Ik moet wel ook weer terug naar de soep, schat, want die heb ik opstaan. En anders gaat het niet helemaal goed. Ja, we zijn een lekker boel zo samen, hè? Oh, je bent zo warm. De koorts gaat ook echt gewoon niet omlaag. Dus het is niet te hoog, dat niet. Maar ze heeft al paracetamol op. En normaal trekt de koorts dan weg als ze dat heeft. Maar in dit geval niet. Helpt dat? Helpt dat, mop? Ja. Och, zo erg, mijn kind. Ik zou het zo van de over willen nemen. Moet je alles van je overnemen wat niet goed is. Maar dat gaat niet, mop. Nou, zitten we samen aan de soep. Sarah, die heeft echt zo kort. Het is echt zo zielig. Maar we hopen dat dit ons even beter gaat doen. En echt, oh, ik zei het net ook al, mijn gezicht. Ik kan het niet aanzien. Ik ben gezellig met Kitty. En ik vind het zo fijn dat we even gewoon normaal kunnen kletsen. Want mijn dagen duren echt lang nu. En ik vind Sarah heel lief, maar je hebt toch geen volwassen gesprekken. Ze is nu trouwens wel even ietsjes beter. Ze heeft bij Marco boven. Maar, ja, ze komt er nou beneden inderdaad. Maar het gaat de hele tijd... Ik heb het verteld aan papa. Goed zo, goed gedaan. Daarom dus... kan ik wel een box op krijgen. Omdat ik het eerlijk heb gedaan. Goed zo. En eerlijk heb gezegd. Ja, dat vind ik heel goed. Eerlijkheid duurt altijd het? Eerlijkheid is altijd het belangrijkste om te doen. Oh. Als je stoute dingen hebt gedaan. Ja, eerlijkheid duurt het langst, zeggen we dan. Kennen jullie al? Nee. Dan ken je hem nu. Ga je spelen vandaag even? Dat vind ik wel heel fijn om even te zien. Hm? Ik heb het idee dat ik ook ziek ga worden. Nou, of ben je dan te ziek? Mijn vriendin van haar kinderen is allemaal ziek en dan zit je daar tussen. Kitty is naar huis en het was even gezellig gewoon een avondje kletsen. En ik heb de oven weer aangezet en ik heb mijn stokbroodje gemaakt. En ik denk, ik ga niet weer ruim mijn boterham. Want het was wel lekker, maar ook niet helemaal gelukt. Dus ik denk, ik ga het niet moeilijk doen. Ik doe het gewoon normaal. Oh, wat heb ik er een vlek op mijn lens? Dat zie ik nu in het licht. Dit moet ik daar even poetsen. Maar dat... Wacht, anders vergeet ik dat weer. Ja, nee, nog steeds. Nou. Ik moet even kijken dadelijk dan wat het is. Ik ga lekker met stokbrood kruidenboter eten. Heb ik echt weinig gegeten de laatste tijd. En ik vind het zo lekker, maar... Okay. Stokbroodje was echt lekker. Daar had ik ook echt heel erg trek in. En ik heb vandaag, ik zeg, echt weinig flikker gedaan. Dus ik ga me nu op een takje storten. Wat ik wel zittend heel goed kan doen. En dat is koopzegels inplakken. En dat vind ik ook iets wat ik nooit erg vind om te doen. En wat nog wat oplevert. Dus ja, dan dit maar. Ik heb aardig wat in te plakken.
Kijk maar, ik heb echt wel heel veel zegels. Dat ga ik doen en ik doe het altijd van achter naar voren. Want als je dan achterin begint en je plakt bijvoorbeeld tot hier, dan kan je altijd zien het getal daarvoor, zeg maar. Dat is dan precies hoeveel je er nog in moet. Een tik die ik van mijn moeder heb overgenomen. Maar ik vind dat altijd wel mega fijn, want ja, ik weet niet, dat is leuker, dan hoef je niet te tellen. En ik ben altijd van tellen. Als ik een boek lees ook, dan ga ik altijd tellen hoeveel bladzijden ik nog moet. En dat is niet omdat ik hem uit wil hebben of zo, omdat ik het niet leuk vind. Maar ja, het is gewoon een tik. Ik wil dat gewoon weten. En dat heb ik dus met koopzegels ook. Ja, je moet iets hebben. Iedere gekse gebrek. Oké, ik ging dus filmen dat ik met Miel lag te knuffelen. Piep, weg. Ik ga naar mijn bed, dus de vlog afsluiten. Bedankt voor het kijken. Ben je niet geabonneerd, doe dat even hieronder of hierna. Dat vind ik helemaal leuk. En dan zie ik je morgen. Doei doei!